Juice. Juice tea. Hoi, welkom bij een nieuwe stapelgekke aflevering op Tina TV. Ik ben Anne en dit is... Max, ik ben de scanner van het JSF. Heb jij er een beetje zin in, man? Nou, ik weet het niet zo goed, want het is volgens mij best wel een spannende challenge. Ja, dat klopt. En we hebben voor jullie ook nog een hele leuke opdracht. Want hoe vaak zie jij het logo van Stapelgek in beeld komen? Laat het weten in de comments hieronder. En vergeet niet om een duimpje omhoog te doen, want we gaan voor de 864 likes. Ja, en vergeet je ook zeker niet te abonneren op Tina TV. En dan kunnen we beginnen, toch? Zeker. Neem ik... Oh ja, okay. Een opdracht. Oh. Kies een ingrediënt en gooi het in de blender. Laten we beginnen met de basis. De basis. Nu, waar is er geen galette? Chocolade. Dat hopelijk overheerst het. Oké. Laten we het hopen. Eerste ingrediënt zit erin. Oh, zal ik op je hoofd gooien? Nee. Koppen. En het is donkerroze. Oh, oké. Okay. Oh, dit boos is... Ja, ja, komt. Nee, knakworsten. Godverdomme. Knakworsten zijn heel lekker, maar niet... Niet in een blender. Ja. Dat klopt ook. Oké. Okay. De vraag is... Wat vind je een afknapper? Als ik bijvoorbeeld... gewoon met opnames bezig ben en zo, en dat diegene dat dan niet respecteert. Als je dan niet kan afspreken of zo, dat je dan boos daar wordt. Om het daarom. Dus. Oké. Oké, nu even weer. Een goede move. Ja. En het is. Goud! Goud. Ja. Klaar, oh! Echt. En de opdracht is. Pak een blok naar keuze. Ja, deze. Lekker. Huts. En het is. Op wie was jij voor het laatst? Jaloers. En waarom? Dus, maar ik ben niet echt jaloers op mensen per se of zo. Ik weet wel. Alle mensen die nu op examen reizen of zo. Ja! Ik ben gewoon jaloers dat ik niet vakantie hebben, jongens. Echt een daar heb ik echt jaloers op. Oké, ingrediënt. Maar dan zouden we ook gewoon echt een smoothie hebben van chocolademelk en worst. Oké, okay, wat is het? Ja, dat is het. Anchovies. Yay. Oh. En het is? Een ingrediënt. Een ingrediënt, jongens. Oh my god. Dat is nog nooit zo snel gedaan. Ketchup. Oké, okay, wat gaan we doen? Pas wel mooi bij de knakkenworst inderdaad. Oké, dan gaan we. Een vraag. Een vraag. Wat vind je? Question. Ja, maar dat is, oh ja, ja, maar ik kan ook sowieso niet die doen. Wat is je laatst gebruikte zoekterm op YouTube? Ik weet het. Oké. Max zegt dat ook. Ik weet het uit mijn hoofd gewoon. Gio, want hij heeft dus een nieuwe vriendin, Isa. En ik vind haar echt super knap. Dus ik heb even mijn vlog gekeken, want ik vond het heel leuk dat zij nu stelletje zijn. Dus dat vergeten. Gaan we nu weer verder? Zal ik ook even normaal gaan gooien? Oké, ik hou hem al vast. Ja, ik gun je echt. Oh, het okay, stroop! Ik doe dun. Echt helemaal. Nou, let op. Ja. Oh. En het is? Een vraag. Ah! Zo, Anne, dat kan echt niet, hè? Oké, okay, wat is de ergste straf die je ooit hebt gekregen en waarom was dat? Nou, op school ben ik er überhaupt nog nooit uitgestuurd. Nee, dat is helemaal raar. Goeie leerling. Nou ja, ik weet niet echt. Ik heb nooit echt een straf gekregen of zo. Dus ja, sorry. Het. Ja, daar was ik bijna. De lap. Ja, een roze. Het volume was er. Het is. Tomatenbrood! Oké, voor de mensen die het niet weten. Had... Max heeft pure haat aan tomaat. Pure haat. Gaat zo. Nee, ik snap het niet. Nou, jongens. Oh, vergeet het eigenlijk. Heb je er wel eens. Heb je wel eens iemand hart gebroken? Ja. Hij zei heel erg van. Ja, nee, weet je, ik sta er helemaal achter, geen probleem. En daarna was er ook helemaal niks aan de hand. We waren echt gewoon super goede vrienden.
Maar toen uiteindelijk bleek toch dat meneertje best wel verdrietig was. Maar toen was hij niet zo aardig als hij tegen mij. Maar, weet je. Doe je niet een huk. Max is natuurlijk altijd mijn steun in de moeilijke dagen. En toeverlaat. Steun en toeverlaat. Juice. Juice tea. Ik weet al wat erop staat en het is echt heel erg vies. Augurk, dat vind ik heel lekker. Ja, jij ook. Je bent dus noisy, jongens. Nou. Oké, één. Eén is echt Eén. Al genoeg. Ook al goed, ook al goed, ook al goed. Ik ben nog nooit zo blij geweest in mijn leven. Oh, echt heel lang dat doen, hè? Nee. Citroensap. Ja. Steen druppel zijn van. Als er bijna over dat ding zou komen. Oh. Het gaat goed. Wat zou je aan jezelf willen veranderen? Oh. Dat ik meer ga sporten of zo. Dat ik heel kort. Ja. 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 Dan denk ik ja. Zet nu rood aan, dan ben je over en dan ben je wel klaar. Hoe snel is het? Tjik. Nee, niet snel. Wel snel. En is het wel? Oké, genoeg! Anne! Dan ben ik dood. Op één blokje. Eén blok twee, toch maar twee keer. Ja, ja, ja. Pak een blok van de vijf onderste lagen. Ja! Oké, wat staat erop? Wat is het stomste dat je ooit hebt gedaan om de aandacht van je crush te trekken? Woehoe. Ik had zeg maar wel een crush, maar dat was echt heel lang geleden. Was op vakantie. Als ik dan niet terugkijk, denk ik, wat heb ik gedaan, weet je wel? Ja. En zo is het toen doen. Beetje raar. Wat zijn de Max verliefd? Ah, oh, oké. Okay. Ik weet echt niet op wat ik hoop, dus. Ik hoop niet roze. Oh. Oh. Yes. Pak een lichtroze blok. Moeilijk, okay. Heb je ooit in de spiegel geoefend hoe je moet zoenen? Oh, nee. Nee, dat heb je echt niet gedaan. Nee. Duidelijk. Jij wel? Nee. Nee, dat niet. Zo, hoe ga je dan bij de spiegel? Hoi. Ik hoor jezelf zoenen. Yay. Oh, oké. Okay. Lichtroze. Heb je mogelijk een appje gestuurd naar iemand voor wie het niet bestemd was? Wat stond erin? Even nadenken. Als jij even nadenkt, vertel ik wel even mijn twee vragen. Ja. Ik had één keer, had iemand gevraagd om mijn antwoorden bij bio. Het was ik naar haar moeder gestuurd. In plaats van naar de groepsapp. Dus dat was heel erg dom. dus ik zo, mam, kan je me helpen met deze opdracht? Want ik begrijp het niet. Terwijl ik heb al lang niet al antwoord had. Mam, als je dit kijkt, ik speak nooit. Ze vroeg het aan mij, oké? Okay? Ze vroeg het aan mij. Ah, nee! Oh! Oh! Ruine bonen. Ja. Nou, prima. Ik hoop echt zo erg. Ik heb echt al 100 keer gezegd dat we nu doodgaan. Maar... Jongens, het ziet er niet eens zo heel, 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 heel. Kom een stukje. Ja, ik weet het. Moet het helemaal op? Ja. Hier, hier. Maar nogmaals jongens, hoe vaak hebben jullie het logo van Stapelgek in beeld zien komen? Laat het even zeker weten in de comments. Nou, ik heb dus die hele vieze smoothie op moeten drinken. Dus doe alsjeblieft allemaal even die duimpjes omhoog voor mij. Dat zou ik heel erg waarderen. Ja, en vergeet je ook zeker niet te abonneren op TNA2. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Doei!